12 voor 12 is het geworden. Johan Dane. Die zit er nog altijd bij. Net hadden we het boek over Patrick van Gompel. Natuurlijk over zijn leven als verslaggever. Een tweede boek, De Atlas van het dialect in Vlaanderen. En dat is, dat is een serieus boek, hè, Johan. We gaan een keer overklapen, hè, zeg? Ja, we gaan een keer overklappen. Ik <laughs> Gaan er in het Gaans begin. Grok ik in het Platwest-Vlaams hen Zag het een keer. Waarover houdt dat boek? Ja, Het is een, een boek dat uh, onlangs is uitgebracht, Mathieu. En dat eigenlijk toch wel een beetje voor de hand ligt. Want er is een, een groeiende belangstelling zowel door jong als oud. Uh, over dialect. Uh -huh. En uh, men heeft ook gezien dat er meer en meer uh, zaken terug te vinden zijn over het dialect. Dus die combinatie van beiden heeft ervoor gezorgd dat er een uh, boek is uitgebracht, een opvolger eigenlijk van de Atlas, Atlas van het Nederlands in uh -huh. Vlaanderen. Uh, en en het, uh, we mogen toch wel stellen dat ja, dat het is iets is wat, wat mensen toch wel interesseert. Hè? Want uh, vele mensen groeien erop met ouders die dialect spreken. Het ja. Ja, als... mag ook niet verdwijnen, vind ik. Het mag niet verdwijnen. Hè? En dat is ook een van de redenen waarom men uh, in inderdaad terug dat dialect probeert aan te pakken en in de belangstelling uh, brengt in. Het zijn mensen die allemaal, en ik zal even de achterkant ook tonen, allemaal uh, verenigd zijn in uh, de Universiteit van Gent, meer bepaald uh, de afdeling taal, uh, taalkunde, uh, van UGent. En één meisje met name, Veronique, die is ondertussen ook uh, dialectologe geworden uh, in Leiden, in okay. het instituut al daar. Dus wat dat betreft zijn het vier mensen die uiteindelijk ervoor uh, gestudeerd hebben en die samen gekeken hebben, hoe kunnen we mensen terug uh, diets maken dat dialect eigenlijk, iets is wat al zo lang bestaat. Mm -hmm. Want vergeten we niet, het standaard Nederlands is eigenlijk maar uh, beginnen uh, groeien vanaf de 15e, 16e eeuw. Mm -hmm. En het dialect, wat dan in de middeleeuwen, de laat middeleeuwen, uh, toch wel meer gesproken werd dan vroeger, uh, dat is dan toch een beetje uitgegroeid en ligt aan de basis van het standaard Nederlands. Hè. Oh, okay. uh, nu, er wordt ook gesproken over een tussentaal, men heeft dus de standaardtaal, de tussentaal en het dialect. En tussentaal is iets wat, wat mensen kunnen gebruiken tussendoor. Mm -hmm. Ik denk bijvoorbeeld aan de uitspraak van Jan Jan Bon in de tijd. Hij, wanneer iemand dus bijvoorbeeld geagiteerd wordt of een beetje furieus, dan gaat hij rap overschakelen van het standaard Nederlands naar het tussentaal Nederlands. Mm -hmm. En dan zegt hij bijvoorbeeld, dat ga dat jij niet bepalen. Ja. Dat, is, dat is iets wat, wat hij niet voorzien had om te ja. zeggen. Maar dat bedoelen we dan met een tussentaal. Ja. Een dialect, dat is enerzijds een, een klank die dan voortkomen, die totaal anders klinkt. Ja. Bijvoorbeeld wat mijn naam betreft. Bij mij is dat Johan. Als ik naar Antwerpen ga, de Johan. De de johan ja. bij ons in West-Vlaanderen is dat een Johan. Johan, ja. Johan, ja de Jojo durven ze ook wel een keer zeggen he? in West-Vlaanderen. Als ik dan in Gent rondloop, de burgemeester vroeger, Tremont, zei tegen mij... Ja, Johan. johan. Dus, ja, dat, dat zijn allemaal <laughs> totaal andere uh, manieren Luist, van, hier, van uitspreken. Maar uh, het, het blijft het, hetzelfde naampje. Ja. He? Bij dialect kunnen we ook zien dat het niet alleen de uitspraak is... maar bijvoorbeeld ook uh, de, de woorden die een totaal andere uh, vorm hebben... Ja, ja uh, je kan bijvoorbeeld een ja, ja dat, dat, dat noemen sommige mensen een neuzeke. Neuzeke, nee. Hey, ja. Mensen zeggen soms ook, het, het trekt op een tepeltje. Oh. Hey, dus uh, in bepaalde streken okay. is het bijvoorbeeld ook. Want ik kijk eventjes een zwijnetetje of een kattenmametje. Dus uh, om maar te zeggen van. Het, het, het gaat over hetzelfde, maar mensen ja? geven er een ander uh, uitleg aan, een ander woord aan. Ja. En zo zit het toch in het boek dat uh, gestoffeerd is met uh, heel wat leuke zaken. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan onder andere een, een, een taalkaart, hè, want men spreekt van een atlas, maar eigenlijk is het geen, geen kaartenboek. Integendeel. Ja. Uh -huh. Maar dit is bijvoorbeeld een, een voorbeeld van een, een taalkaart waar je dus kan zien uh, waar, uh, wat gesproken wordt, over welk woord het gaat. En zo staat het vol in het boek, hè, met onder andere heel mooie tekeningen. Maar van heel wat bv's, en men heeft natuurlijk de bv's gepakt... Ja, met allemaal een, een verschillend accent, met allemaal een verschillend dialect. Ja. Ja, maar het zijn uh, toch wel tekeningen die, die toch, toch wel tonen... dat er her en der over hetzelfde gesproken wordt... maar op een andere manier geïnterpreteerd. Mm -hmm. Steven Teunis en Stijn Fabrie zorgden daarvoor. En uh, ja, zo, zo kunnen we heel wat zaken uh, terugvinden. Met name, hoe worden bepaalde zaken bijvoorbeeld in het dagelijks leven omschreven, of hoe worden die uitgesproken? Eh? Ja. Uh, men zegt bijvoorbeeld ook, ja, het Limburgs mensen in Limburg zingen. Uh -huh. Ja, Dat is helemaal niet waar. Maar dat is gewoon omdat ze de intonatie meer benadrukken. Ja. Dus er wordt enorm uitgelegd, enerzijds, wat is een dialect? Anderzijds van oké, okay, wat kunnen wij allemaal rondom ons aantreffen. Wat is het leuke wanneer iemand dialect spreekt. Hè? Uh -huh. uh, we, we waren daarnet even aan het praten over het Antwerps. Vele mensen denken ook, en dat staat ook in het boek: Antwerpen is het middelpunt van, van, van België. En de rest is Parkingen, eh? dat weten we ja, allemaal. De rest is, uh, hè? Dan gaat ik aan de het, he? het is duidelijk, uh, hadden de, de Spanjaarden. Uh, uit België of uit de Nederlanden toen, waar die toen verdwenen, dan was Antwerpen het middelpunt van het huidige België en zou iedereen Antwerps gepraat hebben. In plaats van het huidige Nederlands. In plaats van het huidige standaard Nederlands. Dus. Okay. Maar het is leuk om te weten hè, hoe, hoe, hoe het ook, de, de namen uh, komen, hè, plaatsnamen, familienamen. Hè, de ene noemt de Bok, de andere noemt de Buk, de andere noemt de Boek. Ja. Ja, uh, langs de ene kant van het land heb je de Vries, langs de andere kant van het land de Vrieze. Ja, ja. Of de vriezeren. Dus... Mm -hmm. Het is zodanig uiteenlopend. Uh, het, het is een stevig boek. Het is groot. Ja, eh? en, en ik moet zeggen, uh, het, is, het is meer dan de moeite waard. Je kan het natuurlijk niet in één keer uitlezen. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, het, uh, het, het dialect wordt gebruikt. Niet alleen op radio en televisie. Ja. Ja? Want vroeger had men bijvoorbeeld Eerspreek met Nederlands tussen het jaar 62 en 73. Dat was om mensen bij te brengen hoe men mooi Nederlands moest praten. Ja. Nu heeft men gemerkt op radio en televisie dat bijvoorbeeld. Het ook een afspiegeling moet zijn van het huidige leven, de samenleving. En ja. dan is het dialect komt erbij. Denk ja. onder een vuur bijvoorbeeld, waar iedereen dan de tostens moest mm -hmm. spreken, mm -hmm. ongeacht van waar de acteur ook was. In ja. hey, Gent mm -hmm. bijvoorbeeld in familie, ja. uh, niet in familie, maar in thuis. Onze ja, Neddy. Ja, onze Eddie. Onze Eddie, Eddie. Hey, de Koning was er ook een enorm voordeel ja. van. Hey, Leo en, en Gaston. Ja. Het Antwerpen dan. Mm -hmm. Dus het heeft wel iets. Hey. En de, de auteurs die hebben benadrukt dat het toch wel de moeite is... om ook de kinderen nog altijd kennis te laten maken... met het dialect zoals dat is. Met de woorden die er zijn. Eh, uh, als je naar school gaat, dan, dan schrijf je hem in een crayon. Ja. Nu kan je mee. En, en vroeger, nu breng je een rapport mee... maar vroeger zei mijn pa tegen mij... geef mij een keer uw bulletin. Een bulletin. Dus dat zijn allemaal <laughs> zo van die zaken. Eh, die ja. Inderdaad, ook. Het, het, het klinkt Frans, maar het is eigenlijk een stukje dialect... dat uh, is overgenomen. Eh. En mooi, mooi. dat missen we. Ja. En gelukkig zijn er ook... heel Heel wat artiesten, om het dan in mijn ment-termen te eindigen... heel wat artiesten die toch graag ook het uh, dialect naar voren brengen... in hun ja. liedjes, mag meer en meer gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik dat we... Ja, hoe sappiger, hoe, hoe leuker en hoe mooier... Ja. Uh, dat we allemaal met elkaar kunnen praten. Laat en. ons dat in ere hebben. Dit is een uitgave van uh, Lano. En op het einde vind je ook nog eens websites terug of uh, de, de genootschappen, verenigingen die het dialect promoten. Voor mensen die echt nog meer willen weten over dialect. Maar ja, Hans Vlaanderen, Frans Vlaanderen en Zees Vlaanderen inclusief staan erbij. 50 vragen. Okay. Ongelooflijk uh, mooi beantwoord ja. door de auteurs. Super. En meer dan de moeite waard. Dus uh, wat dat betreft, ja, een beetje dialect kan geen kwaad. Ik vind dat ook. Heel mooi, twee uitgaven deze week. Zeker en vast. Uh, volgende week al even voor vooruitblikken. Volgende week uh, gaan we eens voor de dames zorgen, denk ik. Uh, we gaan okay. eens uh, de figuur van Coco Chanel belichten. Ja. Met een heel mooi boek. Interessant. En we gaan ook uh, een beetje in de muziekwereld blijven met uh, twee uh, Nederlandse artiesten. die jammer genoeg al het leven hebben gelaten. maar dagboeken hebben achtergelaten. Mm. die heel mooi zijn om te lezen met name Martine Bijl en Bram Vermeulen. Okay. Dus uh, daar kunnen we ook al naartoe kijken. Hè? Iets om naar uit te kijken. Dankjewel, je Fijne Dag week. gedaan. En tot uh, volgende week. Of zullen we zeggen, tot naaste nou week. We tot, zeggen... uh, ja, we gaan meteen wat aan het doen is. Hè. Ja, zien we. <laughs> Salut, <laughs> Johan Danen.